ben Caitlin Sakrani Karyakromo, Local 2018 Local President van GCI Female. Eerlijk gezegd, dat is boven verwachtingen uit, omdat we wel weten dat de vicepresident heel erg geïnteresseerd is in cultuur en dat hij het een belangrijk moment vond om ook bij ons te komen, vooral met de setting die wij in mind hebben om voor Stinkpree, dat het natuurlijk prachtig is dat de vicepresident op zich ook graag geïnteresseerd is in de ontwikkeling van de jeugd. Waarbij we natuurlijk op een spelende manier de geschiedenis van Suriname kunnen overdragen. Dus dat is helemaal in wat wij als organisatie, GCI Female, ook als doel hadden. Of helemaal in lijn met wat wij in gedachten hadden tijdens het brainstormen van ons plan. Dat de Surinaamse cultuur spelenderwijs op een innovatieve, creatieve, communicatieve manier is overgedragen. Qua spelletjes, qua cultuur, qua voeding, qua drank. Allemaal zoals het vroeger is gedaan. GCI Female is natuurlijk super dankbaar dat de vicepresident van Suriname ook interesse toont in onze methodiek van werken. Vooral in de ondersteuning naar het overdragen van de Surinaamse cultuur op de manier hoe het vroeger allemaal is toegeweest, op een spelender wijze. En de ondersteuning dat de vicepresident ook graag gebruik wil maken van de kennis van GCI Female op dit punt. Om ook te helpen aan de begeleiding, begeleidend schrijven of een document waarbij spelletjes worden uitgezet van vroeger. Dus dat is de bedoeling ook van GCI Female, dat we kennisoverdracht doen en dat we dienstbaar zijn aan de samenleving waarbij ze zichzelf ook verder kunnen ontwikkelen met de guidelines die wij geven. Vision. To be the leading global network of young active citizens. GCI mission. To provide development opportunities that empower young people to create positive change. GCI creed. We believe that faith in God gives meaning and purpose to human life. That the brotherhood of men transcends the sovereignty of nations. That economic justice can best be won by free men through free enterprise. That government should be of laws rather than of men. That Earth's great treasure lies in human personality, and that service to humanity is the best work of life. Female. We impact. We empower. Female.